urgentie. Daarom wij blijven eisen dat wij door het ministerie van Defensie wel ons leven blijven behandelen. Wij leven per dag veel met water, drinken. We drinken veel meer water dan wat voedsel betreft. Ja. Hoe komt dat nou? Nou, wij, als dat weer wat het voedsel betreft, als de medemens wat geeft, dan kunnen wij pas voedsel krijgen, zo niet, dan drinken wij veel meer dan, dan voedsel. Maar als u dus niet veel voedsel krijgt, dan bent u aangewezen op water? Ja. En hoe is dat met uw kinderen? Ja, ook zo hetzelfde. We hebben u al eerder gezien op de film, hè? De VPRO, hè? Ja, VPRO, ja. Ja. En dat is nou 3 jaar geleden? Ja. Dat was op 18 juli 1967. Ja. Maar wat is er nou allemaal gebeurd, hè? U heeft kinderen ook, hè? Ja, ik heb een kinderen. Hoeveel? 8. 8 kinderen. En die zijn niet hier? Nee, helemaal niet. Hoe is dat in zijn werk? Ik zit nog in Nijmegen. In Nijmegen zit hij? In een kinderdorp. Kinderdorp. Ja. Dat is de geweld van politie. De politie heeft uw kinderen weggehaald? Ja. En dat is nu al 3 jaar geleden? Nee, ik vind het niet gelijk. En ik vind dat is... een prettige manier, omdat... Ja. Wanneer wij zijn allemaal christelijk zijn... En ik vind dat die probleem moeten met andere methoden, andere houden, proberen dat op te lossen, maar niet met geweld. Nee. En, dat onze kinderen iets moet weggehaald. Ziet u ze wel eens, uw kinderen? Nee, helemaal niet. Nee? Binnen 3 jaar. U mag er niet komen? Nou, volgens hem is, volgens instantie van Nervosis, wij zoals ouders, mocht daar komen, maar ik vind dat is een juiste manier om wij daar te komen, omdat we wel een met goede opvoeding deze kinderen naar een goede toekomst gebracht. Maar omdat door de Nederlandse regering zelf hebben zijn plicht over ons land is niet. En niet aangekomen. Nee, maar zou u uw kinderen niet eens willen zien? Mevrouw, ja, ik wil graag mijn kinderen terug willen zien. Maar je vindt principieel niet juist om op bezoek te gaan daar? Nee, helemaal niet. Omdat de kinderen toch behoren bij hun ouders te zijn en niet daar ver van ons. Ze willen zo graag weer terug thuis komen bij hun ouders. Want ze hebben toch nog ouders. Hun ouders leven nog. Dus willen ze graag bij ons, weer in ons midden zijn. En u werkt niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik heb toch al een werk heb. Hè. Als kneel, militair. Ik heb gezien dat u geen elektriciteit heeft. En ze hebben het licht afgesneden, omdat u niet betaalde daarvoor of zo. Ja, mijn principe is niet betekend dat ik wel alle wet van Nederland, Koninkrijk der Nederlanden vertaal. Helemaal niet. Dat is mijn bedoeling niet. Wij moeten betalen, maar wij moeten eerst zien waar wij moeten dat geld krijgen. En wij hebben een recht. We moeten onze recht eerst in handen hebben. Dan pas alle rekeningen hier in Nederland. Wij moeten accepteren natuurlijk. Iemand die moet leven met geld, met zijn recht. Wij hebben hier in Nederland gekomen met dienstbevel. Wij zijn nog steeds kneelmilitairen. Ja. Zolang wij nog niet in onze moederland terechtkomen, wij blijven kneelmilitairen. Ja, ja. Wat was uw rang ook alweer? Nou, ik
blijf gewoon soldaat tweede klas. Soldaat tweede klas. En wat is het bij u? Dat is een korporaal. Korporaal, een korporaal. En die anderen zijn soldaat eerste klas. Soldaat eerste klas. Kakishina. Dus hij was eigenlijk uw baas vroeger? Ja, eigenlijk. Ja. Eigenlijk. Maar... En dan bent u de baas? Nou, dat is niet van mij zelf gekomen, maar van hen. Zij hebben mij zoals een commandant naar voren gevraagd om zijn recht te moeten eisen. Ja. Zodra mijn voeten in onze moederland staan, dan pas de knielmilitaire afgelopen. Ja. En dan beschouwt u die status als afgelopen als u terug bent? Ja, als ik terug ben. Ja, ja. Nou, u kunt terug, hè? Als u wilt. Ja, met welke regeling? Ja. Ik heb niet gedacht dat wij als mensen die zonder eten, zonder drinken, wij leven zeer moeilijk per dag. Soms één keer, twee sneetjes brood, zonder boter, zonder beleg. En we zitten steeds in de kou, al 3 jaar. En wij moeten door geweld behandelen. Dat vind ik jammer. Wat doet u nou de hele dag? Hoe brengt u uw tijd door? Nou, wij moeten dat huis, dit huis schoonmaken en buiten gras... Gras maaien? Maaien. En u gaat niet mee het kamp door? Nee, dat kan niet. Waarom liever niet? Hier omstreken. Ja. Voor de beren. Het zijn er weer moeilijk hier. Thank you.